Het is geen kilometer kort, anderhalf uur en anderhalf uur. Ja. In totaliteit eigenlijk kilometer. We komen nog te vaak tegen dat wij ritten helemaal geregeld hebben, alles kan weer klaar en op het laatste moment is de wenswagen zo ziek mogelijk al overleden dat je niet meer mee kan. Dus als jullie denken we hebben een rit, altijd vragen, laat ons de rit beoordelen en wij zeggen wel ja of nee als je niet vraagt, dan weet je zeker dat het niet gebeurt. Oké, dat is duidelijk voor iedereen. Dus binnen bij de inschrijving staat een collectebus, staat een grote bus. En daarin kunt u een bijdrage doneren voor de Wensambulance Limburg. Ik hoop dat u daar ook gebruik van maakt, want u hebt inmiddels begrepen waar het toe dient en wie daar van kan genieten. Maar ook op het Gouden Leeuwplein. En het Gouden Leeuwplein, dat is dus aan de achterkant van... als u met de rug naar de... Schouwburg staat aan de achterkant van de gebouwen die dus aan de rechterkant van de Schouwburgplein staan. Allemaal flink opgepoetst. En dat allemaal dus in het kader van de 25e. Voorzitter Mark Aerts. Dankjewel Sjaak. Welkom allemaal mensen, goedemorgen. Fantastisch dat jullie er allemaal zijn op deze wat minder mooie dag, maar iedereen loopt heel vrolijk, verfrissend rondom de auto's. Heel veel auto's, heel veel bezoekers. We hebben net al wat oude bestuursleden geëerd en we hebben ook iemand die al 25 jaar ervoor zorgt dat dit evenement tot stand komt. En dat is rechts van mij, lieve collega Henk. We gaan dadelijk iets bijzonders doen, Henk. Dat mag samen met de burgemeester iets zwaars doen. We hebben aanwezig Deken Smeets. Dank u voor de komst. Fantastisch. Onze burgemeester, super bedankt dat u er bent. Ik weet niet of u iets leuks wilt vertellen aan de mensen. Ik bedoel, 25 jaar is hier niks. Krijgt u even de microfoon. Hartelijk dank, meneer de voorzitter. Ja, wat een geweldig compliment om hier na 25 jaar... 25 eerdere jaargangen hier weer te staan op een volgepropt plein. Eergisteren dachten we bij onszelf, nou als het zo weer is als toen, dan zul je hier maar staan en dan zul je maar deken van Venray zijn. En ja, met deze uitdossing hier moeten staan, maar gelukkig is dat nu wat milder allemaal. Dus ik vind het ook fantastisch dat onze nieuwe deken bereid is om ook op deze manier weer volgens al oude traditie de Oldtimerdag in Venray op een hele waardige manier het startschot mee te geven en de mobielen ook zeg maar Godse zegen aan te bieden. Dat komt al een beetje uit de hemel vallen ook nog, maar iedereen is blij dat hij weer even naar buiten kan. We zijn een week lang eigenlijk tegen wil en dank binnen opgesloten geweest omdat het buiten te warm was. En nu staan we hier toch heerlijk te genieten van een klein miezeldruppeltje. Wat kan het ook schelen. Ik wil de organisatie van harte feliciteren met dit zilveren jubileum. De eerste uitvoering, 25 jaar geleden, toen was ik ook schuchter ambtenaar in de gemeente Venray. Dus ik kan me dat nog herinneren. En toen kon niemand bevroeden dat het zo zou uitgroeien tot een geweldige bovenregionale trekpleister. We zijn er trots op dat het hier in Venray gebeurt. En over 25 jaar... staan we er weer, wie weet met welke burgemeester en wie weet met welke deken. Allemaal heel erg veel plezier gewenst. Geniet van deze dag, geniet van jullie verjaardag. Van harte gefeliciteerd. Applaus waard, dankjewel meneer de burgemeester, dankjewel. En dan gaan we richting het lint. Ja,
Ja, foto moment. Kijk eens. Kijk eens. Ja, gefeliciteerd. De schade even een druk, dankjewel. Nou, dan mag de deken de eerste auto gaan zegenen die over start naar finish komt. En dat is een hele bijzondere, maar het is niet te geren. Van de jongeren, over start naar finish. Oh, dat was het wel, dat was even schrikken. Goed zo, gefeliciteerd. Doe maar lachen, Mike, voor de foto. Yo, daar gaan we weer. Kijk, super. Kom. Dan we zitten in 2019. Dank u wel. Ja, door het verzoek zijn hier op het schouwburgterrein, op het schouwburgplein, zijn er een aantal auto's die willen vertrekken voor de route en die kunnen er nog niet vanaf. Dus even aandacht willen geven. Door tekens reeds gewoon door voor de mensen. Voor de deelnemers aan de toertocht in de omgeving van Venray. 50 dan 80 kilometer. Prachtige route. Al 5 ieder jaar weer een prachtige route die hier in de omgeving uitgezet kan worden. En we hebben ook prachtig weer. Dus laat de bier maar los, zou ik zeggen. Komt u allemaal en rijdt u onder de boog door. Onder de boog met de rekker.
Thank you.
Oh,
Ja, weet ik.